Goedenavond en welkom bij Breinpunt Elburg. Breinpunt is een avond die wij elke dinsdag, laatste dinsdag van de maand, organiseren in Elburg. En dat zijn informatieavonden voor mensen die zorgen voor de naasten met dementie, Parkinson of met een niet aangeboren hersenletsel. Dat doen wij in samenwerking met de lokale omroep Elburg, die hier ook alle techniek voor een deel ook verzorgt. Woonzorg Unie Veluwe, Ikare, Stamtafel en Alzheimer Nederland. Mijn naam is Vrouwkje en ik werk voor Stichting Wiel en daar ben ik de mantelzorgconsulent. En ik mag ook deze prachtige avond organiseren. Vanavond is een digitale avond, wat betekent dat we eigenlijk alleen maar te zien zijn via de Loe en via Stamtafel. We gaan eerst een presentatie zien van Mark Clarijs. Daarna komt een korte pauze van ongeveer 10 minuten. En daarna kunnen de vragen die via de chat binnenkomen, kunnen dan beantwoord worden. Dus dat gaan we dan doen. Vanavond gaat het over het levenstestament. Wat gebeurt er met mij als ik zelf niet meer kan beslissen over mijn financiën of mijn fysieke welzijn? Mark Clarijs is nalatenschapscoach en regelhulp. En hij heeft ook een heel warme band met dementie en Alzheimer Nederland. Dus hij gaat er van alles over vertellen. Bij deze geef ik jou het woord. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Vanavond ga ik u een korte uitleg geven over het levenstestament. We beginnen zo meteen met waarom zou je nou eigenlijk een levenstestament willen en wat is het eigenlijk? En om alvast heel kort met dat laatste te beginnen, wat is het eigenlijk? Met een levenstestament organiseer je je eigen regelnetwerk voor als je zelf niks meer kunt organiseren. Dus je regelt je eigen zaken voor als je zelf niks meer kunt regelen. En je voorkomt daarmee met een levenstestament dat anderen via de kantonrechter een volmacht voor dat regelen moeten gaan regelen. En ik ga daar straks verder op in. Mijn naam is Mark Clarijs, ik woon in Ermelo. Ik ben geregistreerd nalatenschapscoach en executeur, levensexecuteur. En zoals Vrouwkje net ook al zei, ik noem mezelf ook regelhulp. Ik ben ook lid van de Nederlandse Organisatie van Executeurs, de NOVEX. En bij Alzheimer Nederland ben ik actief als vrijwilliger. Ik ben trainer bij Samen Dementie Vriendelijk. En dat is een programma waarbij we heel veel mensen in Nederland trainen met zo'n 200 vrijwilligers om makkelijker om te gaan met mensen met dementie. En je eigen geduld is je belangrijkste eigenschap in goed omgaan met mensen met dementie. Dus we trainen eigenlijk ook een beetje in makkelijker omgaan met jezelf. Daarnaast ben ik ook coördinator van het Alzheimer Café in Ermelo. Zeg maar het broer- of zustercafé van het Breinpunt hier in Elburg. En als persoonlijke ervaring breng ik onder andere mee dat mijn eerste vrouw op haar 51ste aan de gevolgen van kanker is overleden. En nu ben ik een gelukkig mens met mijn tweede vrouw, wie een man is overleden aan de ziekte van Alzheimer toen hij 57 was. Nou, nogmaals hartelijk dank dat u meekijkt en meeluistert. Af en toe doe ik even zo en dan zal de techniek een dia instarten en dat gaat dus nu gebeuren. De komende minuten komt er aardig wat informatie op u af. En het is algemene informatie en uw situatie is altijd net eventjes anders. Weet dat u vragen kunt stellen in de chat. En ook na vandaag ben ik bereikbaar voor uw vragen. Een levenstestament heeft veel te maken met het maken van keuzes. Je moet ook veel keuzes maken en keuzes maken is soms lastig. Zeker als het over iets nieuws en onbekends gaat als je levenstestament. Ik zeg altijd ook, maak die keuzes in een periode als je de tijd voor hebt. Als het wat rustiger is in je leven en niet pas als de nood aan de man lijkt te komen. Stel het dus niet uit. Mensen zijn soms ook bang dat ze door een levenstestament op te maken de regie van hun leven uit handen geven. Dat ze ineens helemaal niets meer te zeggen hebben over hun leven. En het tegendeel is waar. En ik hoop dat dat in de loop van mijn verhaal ook duidelijker wordt. Mijn tip is, ga uit van algemene informatie en ga dan naar je persoonlijke informatie. Zoek hulp bij vragen en wat ik eerder al zei, stel het niet uit. En als je een goed startpunt op internet wil zoeken, dan is een pagina op dementie.nl. Die gaat over volmachten regelen. Je kunt op die homepagina van dementie.nl kun je zoeken. En als je daar intypt volmachten regelen, dan heb je een heel aardig startpunt over dit onderwerp.
Wat komt er nou aan de orde vanavond? Nou, we gaan het hebben over wat is nou een levenstestament en waarom wil ik dat eigenlijk hebben? Wat gebeurt er ook als ik helemaal niets regel? Wat is dan wilsonbekwaamheid? Wat voor soort volmachten krijg je eigenlijk bij een levenstestament? Algemeen en medisch. Dan is er soms wat verwarring over de begrippen codiciel en wilsverklaring en wilsbeschikking. Wat doet een toezichthouder in dit hele verhaal? Wat kan ik dan zelf regelen en vastleggen? Wat regel ik met mijn huisarts? Wat regel ik met de gevolmachtigden? En wat regel ik bij de notaris? En wanneer gaat dat ding eigenlijk in, dat levenstestament? Er is ook soms nog wel wat verwarring tussen levenstestament en testament. En hier heeft u 10 punten die belangrijk zijn om de plek van je levenstestament in dat hele verhaal te snappen. U ziet links de tijd, u ziet een tijdsbalk, die gaat van links naar rechts. En wat ik al eerder zei, het is een algemeen verhaal, dus in uw situatie gaat het misschien net eventjes anders. Maar je begint met het vastleggen van volmachten. En die volmachten zijn van belang om aan te geven wie mag iets voor mij doen. Op gebied van medisch gebied of op gebied van zakelijke dingen. Dan staat daaronder, punt 2, staat een wilsverklaring. En die wilsverklaring geeft eigenlijk aan van ja, hoe wil ik eigenlijk dat er met mij omgegaan wordt als ik zelf niet kan, als ik dat zelf niet meer kan zeggen. Als ik dat zelf niet meer duidelijk kan maken. En dan op een gegeven moment, dat ziet u bij punt 5, dan wordt u ziek. Maar dan gaat die volmachten, die gaan nog niet per se in. Het kan wel, maar het hoeft niet. Ze gaan pas in als je wilsonbekwaam wordt. En wat is nou eigenlijk wilsonbekwaamheid? Nou, wilsonbekwaamheid heeft te maken met of je zelfstandig beslissingen kunt nemen en of je dan de gevolgen daarvan ook overziet. Denk bijvoorbeeld aan trouwen. Kun je zelfstandig die beslissing nemen en overzie je ook de gevolgen die dat trouwen met zich meebrengt. Als je nou niet meer zelfstandig kunt beslissen en je overziet de gevolgen niet meer, dan ben je wilsonbekwaam. Je kunt dan bijvoorbeeld ook geen levenstestament of testament meer regelen. Je kunt natuurlijk nog wel kiezen wat je wilt eten, welke kleren je aan wilt, waar je naartoe wilt. Dat soort dingen kan nog prima. Maar je kunt niet meer de gevolgen overzien van hele grote beslissingen. En vandaar ook dat in dit plaatje, ook bij punt 3 onder de tijdlijn, staat ook vastleggen testament. Want dat moet je doen voordat je wilsonbekwaam wordt, als je een testament nodig hebt. En datzelfde geldt ook voor een levenstestament. Je kunt geen levenstestament meer vastleggen op het moment dat je al wilsonbekwaam bent. Dat gaat je niet lukken. Nou, die volmachten die je hebt afgegeven, die gaan in ieder geval in op het moment dat je wilsonbekwaam wordt. En die stoppen op het moment dat je overlijdt. Want dan gaat je testament in. Of als je geen testament hebt, dan geldt gewoon de wet. Nou staat er in dit plaatje ook nog het woord codiciel. En codiciel, dat is soms wat verwarrend. Dat hoort, het kan horen bij een testament. Vroeger, voor 2003, was de wet zo dat je in een codiciel kon aangeven wat naar wie ging. Maar kon je ook aangeven wie je nalatenschap moest gaan afwikkelen, zoals dat heet. Dus wie wordt je executeur. Nou, dat mag niet meer, dat moet je in een testament doen. Dus dat moet echt via de notaris. Je kunt wel in een codiciel vastleggen welke zaken wil ik nadat ik dood ben, naar welke persoon laten gaan. Dat kan. Het codiciel moet wel handgeschreven zijn en heeft dus niks te maken met een levenstestament. Wat wel weer te maken heeft met een levenstestament, is bijvoorbeeld je donorcodiciel. Dat kun je wel weer opnemen in je wilsbeschikking. Nou, het is misschien een wat ingewikkeld verhaal met veel begrippen, maar onthoud eventjes dat een levenstestament, daar hoort een wilsbeschikking bij. En bij een testament hoort een codiciel. Kun je naar de volgende? Ja. Nou, nog wat uitgebreider. Wat is nou een levenstestament en wat staat daar nou eigenlijk in? Een van de dingen die daarin staat, is dat je bepaalt welke personen jij een volmacht geeft om zaken bijvoorbeeld op het gebied van financiën te regelen. Ik zeg expres personen en ik kom daar straks eventjes op terug.
Want je gaat personen aanwijzen die zaken op financieel gebied of vermogensgebied voor je gaan regelen. Je gaat personen aanwijzen die je zaken gaan regelen, zaken mogen gaan regelen op medisch gebied en op welzijn, familie en gezin. Dat kunnen ook dezelfde personen zijn, kunnen ook verschillende zijn. Dus wie krijgt welke volmacht? En daarnaast geef je ook aan van, ja, wat wil ik dan eigenlijk? Wat zijn mijn wensen en verzoeken? Wat wil ik eigenlijk geregeld hebben? Waar wil ik wonen? Als ik zelf niet meer kan beslissen waar ik wil wonen, ja, is het misschien wel fijn als ik dat van tevoren heb opgeschreven. Want dan kunnen de mensen die voor mij gaan zorgen, die kunnen doen wat ik wil. Dus je regelt eigenlijk alles wat je wilt voor de situatie dat je wilsonbekwaam bent. En je stelt ook regels op voor die gevolmachtigden. Want ja, mag zo'n gevolmachtigde bijvoorbeeld je huis verkopen? Mag die een hypotheek op jouw naam afsluiten? Mag die schenkingen blijven doen? Als je schenkingen deed, mag die de huur van je huis opzeggen als daar een reden toe zou zijn. Dat soort dingen kun je allemaal vastleggen en dat hoef je niet vast te leggen, maar het kan wel. Je kunt in detail kun je heel veel doen in een levenstestament. Je kiest dan ook zelf wie die volmachten geeft en wat die gevolmachtigde wel of niet mag doen. Je kiest zelf wanneer die volmachten ingaan en je kiest ook wie er controleert. Want dat kan ook nog. Je kunt best in een situatie zitten dat je zegt, ja, ik vind het allemaal prachtig en machtig mooi dat er mensen zijn die dingen voor mij willen regelen. Maar ik vind het ook wel fijn als er iemand is, even checkt of ze de dingen ook goed doen. Hè? Stel, je wil ieder jaar dat er een overzicht van je financiën is. Nou, dan kun je een toezichthouder benoemen. En die toezichthouder, die gaat dan checken. Nou, is dit allemaal goed gebeurd? Ja, is het verantwoord gebeurd? Is het ook gebeurd volgens de wensen van jou, die je in je levenstestament en in je wilsbeschikking hebt opgeschreven, dan is dat allemaal oké. Nou komen we toe aan de soorten. Oh ja, natuurlijk. Dat had ik er nog expres bij gezet. Dat vergeet ik hem zelf. Dat een levenstestament is dus voor tijdens je leven. Dat had ik nog even expres erbij gezet. En nu gaan we naar de verschillende volmachten die je kunt hebben. We beginnen met de algemene volmacht. Een algemene volmacht die gaat over zakelijke dingen. Die gaat over je geld, over je vermogen, over je woning, eventueel ook over je bedrijf. Wie je computer beheert, wie je telefoon beheert, wie je e-mail. Wie mag zaken bij de overheid, bij instanties regelen. Nogmaals, daar hoef je niet allemaal verschillende personen voor aan te stellen. Dat kan ook één persoon zijn. Maar als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt, zeg je misschien, nou, mijn privézaken vind ik fijn als Piet dat doet. En mijn zaak vind ik het fijnste als Marijke dat doet. Dat zou fijn kunnen zijn om dat op die manier te scheiden. Maar dat is de persoonlijke situatie. En wat je erbij moet bedenken is dat als die volmacht ingaat, wil niet zeggen dat je dan alles uit handen geeft. Wil niet zeggen dat je dan niks meer zelf mag regelen. Nee, je mag nog steeds alles zelf regelen. Maar die persoon die volmacht heeft, die mag het ook voor je regelen. Ik zei al eerder dat ik het over twee personen had om te benoemen. En waarom is dat nou handig om twee personen te benoemen? Nou, je kunt je voorstellen, je gaat nu een levenstestament opstellen, je gaat naar de notaris, je geeft die algemene volmacht, die laat je afgeven. Je wordt wilsonbekwaam en dan heb je één persoon aangegeven. En stel je nou voor dat die één persoon net ziek is geworden. Of die heeft iets in zijn omgeving waardoor die het eigenlijk niet kan doen. Of misschien is die persoon wel overleden ondertussen. Dan is het altijd fijn om een tweede persoon achter de hand te hebben. Ook al omdat ze dan, als ze allebei nog wel leven en het allebei kunnen doen, kunnen ze ook taken verdelen onderling. En dat is ook fijn voor de vertrouwenspersoon. Dat is ook fijn voor de gevolmachtigde. Nogmaals, je geeft die volmacht dus op het moment dat je wilsbekwaam bent. En die wilsbekwaamheid die wordt ook getoetst door de notaris. Dus je hebt zelf onderzoek gedaan, je bent bij mensen geweest, je hebt informatie gehaald. Op een gegeven moment heb je een plan en je stapt naar de notaris. En de notaris die gaat dan kijken, ja, dat is allemaal goed en aardig dat je dit wil vastleggen, maar ben je wel wilsbekwaam? Die notaris heeft daar een protocol voor en als die notaris twijfelt, dan roept hij een arts erbij. En dat is een onafhankelijk arts en die gaat dan kijken of je inderdaad wilsbekwaam bent. En of je dus wel bekwaam genoeg bent om te willen dat je een levenstestament neerlegt. Bij de medische volmacht
krijg je dan hetzelfde verhaal. Daar geef je het vertrouwen aan een vertrouwenspersoon en eventueel ook een vervanging op het gebied van dagelijks welzijn. Waar woon ik? Wie verzorgt mij? Voor je behandeling. Welke behandeling wil ik nou wel en welke behandeling wil ik nou niet? En degene die volmacht krijgt, die neemt die beslissing ook op basis van jouw wilsverklaring. Je hebt een wilsverklaring opgesteld waarin dingen staan die je wel en niet wilt. En dat is de handleiding voor je vertrouwenspersoon om dingen voor jou te regelen op het moment dat je het zelf niet meer kunt. En dat kan ook heel gedetailleerd zijn. En misschien ook wel heel fijn om dat gedetailleerd te doen. Welke activiteiten vind je fijn om te doen? Wil je zo lang mogelijk als het kan naar de biljartclub? En vind je het fijn dat die vertrouwenspersoon dat ook zo lang mogelijk voor jou regelt? Vind je het belangrijk om iedere dag het nieuws te zien of het nieuws te luisteren of de krant te lezen? Wil je je abonnement houden? Nou, dat soort dingen. Als je die belangrijk vindt, is dat heel handig om dat toch op te schrijven. En ook bijvoorbeeld wensen voor je uitvaart. Zou je daar ook al in op kunnen nemen? En ook bijvoorbeeld dat donorcodiciel, waar ik het eerder over had. En bij de medische volmacht geldt hetzelfde. Dus bij de algemene volmacht, leg hem vast op het moment dat je nog deels bekwaam bent. Anders kan het niet meer. Huisdieren, dat is er ook zo eentje. Wie zorgt er voor mijn kinderen, voor mijn huisdieren als mij iets overkomt? We komen nu weer op een plaatje wat we eerder hebben gehad. En dat betekent ook dat we richting het einde van deze presentatie gaan. We hebben het gehad over de volmachten die je gaat vastleggen, de medische en de algemene volmacht, een wilsverklaring die je gaat beschrijven. En wat hier niet in staat, zijn nog twee belangrijke punten, want die wilsverklaring, die moet je ook gaan bespreken met je huisarts. Om twee redenen. A, wil je dat je huisarts ervan af weet en die huisarts wil dat ook graag met jou bespreken, want die huisarts die wil ook weten van ja, kan ik wel straks doen wat je van mij vraagt. Nou, die situaties zijn natuurlijk bekend. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van, nou, in een bepaalde situatie wil ik niet behandeld worden, of in een bepaalde situatie wil ik juist heel ver behandeld worden, of in een bepaalde situatie wil ik misschien wel euthanasie. Nou, niet alle huisartsen doen alle zaken voor dat soort situaties. Dat is toch goed om dat eventjes ook met je huisarts te bespreken. En die wilsverklaring kun je misschien ook handiger niet opnemen in je levenstestament, maar wel wie je die medische volmacht geeft. Want die wilsverklaring, die is nog wel eens aan verandering onderhevig. Je hebt een gesprek met iemand, er gebeurt iets in je omgeving, je ziet iets op televisie, je leest een artikel en je denkt, oh, maar wacht even, nou heb ik het zo opgeschreven, nou wil ik het eigenlijk toch net eventjes anders hebben. Dan hoef je alleen maar je wilsverklaring te veranderen, dat te delen met je huisarts en te delen met je gevolmachtigde, maar je hoeft niet weer terug naar de notaris om je hele levenstestament te veranderen. En ondertussen zijn we aan het eind en zijn dit de onderwerpen die we hebben besproken. Ik kijk ze nog even langs. Ja, we hebben ze allemaal wel gehad, volgens mij. Nou, mochten er vragen zijn, dan horen we dat graag. Ja, we horen de vragen graag via de chat. Ik heb al één vraag binnen van Fanny. Maar dat gaan we zo meteen na de pauze bespreken. En wij gaan hier een kopje koffie pakken. Ik zou dat thuis ook even doen. En dan zijn we er om 8 uur. Klopt dat zo met de tijd? Om 8 uur zijn we er weer. Dan tot zometeen. Tot straks. Daar zijn we weer. We zijn iets langer met pauze geweest, omdat de techniek ons een klein beetje in de steek liet. Nu in de pauze hebben we een aantal vragen ontvangen en het is denk ik fijn om die even te beantwoorden. Een van de eerste vragen die binnenkwam is van Fanny. Die vroeg welke arts mag bepalen dat iemand wilsonbekwaam is. Daarvoor ga ik even hier de microfoon overhandigen. Dankjewel. En Fanny, dankjewel voor de vraag.
dat gebeurt regelmatig door de Vereniging Artsen Volksgezondheid. Dat zijn zogenaamde VIA-artsen. Dat kun je ook op internet vinden. En dat zijn ook artsen die vaak door notarissen worden ingeschakeld om te checken of je wilsbekwaam bent of niet. Dus dat is een belangrijke groep van artsen die dat doet. Ik zag net een reactie hier. Er zitten een paar mensen mee te kijken. Zijn we zichtbaar? Nee, we zijn niet zichtbaar voor het webinar. Maar waarschijnlijk wel voor de Lou. Dus we houden stug vol. We gaan stug door. Voor de mensen die in ieder geval naar de Lou kijken. Voor de mensen die hier zitten. Zitten hier nog een paar mensen te kijken. Er werd ook nog een vraag gesteld. Wie houdt toezicht op de uitvoering van het levenstestament? Dat hangt een beetje af van de situatie die er is ontstaan. Als je een levenstestament hebt opgemaakt waarin je geen toezichthouder hebt benoemd, dan houdt er niemand toezicht. Als je een levenstestament hebt opgemaakt waar je een toezichthouder hebt benoemd, en dat kun je zelf bepalen wie die toezichthouder is, dan is dat degene die toezicht houdt. En dan kun je ook aangeven, ja, wat moet die toezichthouder doen? Want die toezichthouder hoeft niet alleen toezicht te houden, maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, bij hele grote beslissingen wil ik dat die mensen die ik een machtiging heb gegeven ook met de toezichthouder gaan overleggen. Of die het er ook mee eens is. Of wat zijn of haar mening daarover is. En dan heb je nog een derde situatie. Dat is als je geen levenstestament hebt. En je komt toch in de situatie dat je wilsonbekwaam bent. En dan wordt er via de kantonrechter een bewindvoering aangevraagd. Of er wordt een mentorschap aangevraagd. Nou, en op het moment dat het via de kantonrechter is geregeld, dan is de kantonrechter de toezichthouder. Oké, nou dat is wel een mooi antwoord inderdaad ook. Dat je je eigen toezichthouders dan ook voor een deel kan bepalen. Ja, dat is wel het mooiste inderdaad. En we hadden in de pauze hier ook een beetje een gesprekje. En dat is natuurlijk het fijne op het moment dat je publiek hebt, live publiek. En dat zou eigenlijk niet zo zijn, maar we hebben een beetje geïmproviseerd vanavond. En er kwam eigenlijk het gesprek kwam op gang van, ja, ik ben 22. Ik niet hoor, maar iemand anders hier is 22. En die gaf aan van, ja, maar moet ik dat dan ook doen? Waarom zou ik? Hoe zit dat nou? Kun je daar iets over zeggen, Mark? Ja, daar kan ik iets over zeggen. Kijk, als je 22 bent en misschien ook nog wel als je 82 bent, dan heb je misschien het gevoel, wat moet ik regelen? Want ik ga toch nog lang niet dood. Dus wat valt er voor mij te regelen? Er valt een boel te regelen. Het voorbeeld wat hier ook al genoemd werd was, ja, stel je krijgt een ongeval en je komt in een coma. Wie gaat er dan over jouw situatie beslissen? Want zelf kun je niks meer zeggen. En ja, wie sluit dan die behandelovereenkomst met je artsen? Dat kun je zelf niet doen. Dus wie mag dat dan voor jou gaan doen? Nou, dat is wel goed om dat soort dingen te regelen. Ik zeg niet dat je dat per se moet doen als je 22 bent. Maar het is wel goed om er even over na te denken. Van, goh, hoe zit dat eigenlijk in mijn wereld? Hoe zit dat in mijn situatie? Want stel je voor mensen met een verstandelijke handicap. Die zijn bijvoorbeeld ook niet wilsbekwaam. Ja, die hebben dan een mentor of een bewindvoerder. En dat is een vergelijkbare situatie. Niet helemaal natuurlijk, maar stel dat je in coma raakt. Ja, dan heb je dus een mentor of een bewindvoerder nodig. En dat wordt dan geregeld ook weer via de kantonrechter. Een ander punt is dat heel vaak echtparen of stellen denken dat ze het voor elkaar mogen regelen. Maar dat geldt in feite dezelfde situatie. Je bent volwassen. Je kunt je eigen beslissingen nemen. Dus iemand anders kan niet al die beslissingen voor jou nemen. Het is altijd afhankelijk van de situatie waar je in terechtkomt. Of je inderdaad nog in staat bent om je eigen wil te bepalen. Maar als je dat niet meer bent, ja, wat moet een arts dan doen? Wat moet een hypotheekverstrekker doen? Als ineens niet meer de hypotheek wordt betaald. Wat moet die dan gaan doen? En wie mag er dan voor jou iets gaan regelen? Wie mag er dan voor jou naar de rechtbank? Wie mag er dan voor jou... Ja, dus dan zul je toch ook weer via een kantonrechter een mentorschap of een bewindvoering aan moeten vragen. En als de situatie zo erg is dat je ook echt niks meer zou mogen doen, dan komt nog de curatele
Die komt aan de orde, maar dan zit je al een stuk verder. Dat valt een beetje buiten dit hele verhaal. Er is niks te volgen via de webinar, horen wij. En dat is wel heel vervelend. Hebben ze wel beeld, dat jij weet? Nee. Nee, dus het webinar werkt gewoon niet. Dat is best wel jammer. Ik weet ook niet precies wat er mis is gegaan. Is er iets op de chat nog te lezen via jullie? We kunnen de antwoorden straks ook nog wel via de chat misschien doen. Of anders vragen of we de mensen een mailtje kunnen sturen met die antwoorden breed. Dat we het op die manier doen? Ja, we doen, dat kan dan via de aanmelding. Ja, heel vervelend. Soms ben je heel afhankelijk van techniek, hè? Dat is nou eenmaal zo. Doen heel veel mensen dit nou? Dat regelen van levenstestamenten? Ja, het is natuurlijk lastig om zomaar cijfers te noemen. Maar in je dagelijkse praktijk, zijn er dan veel mensen die dit, de zaakjes op orde hebben? Ja, ik kan alleen maar spreken zeg maar, vanuit mijn dagelijkse praktijk inderdaad. En vanuit de cijfers die er bijvoorbeeld vanuit de notarissen gegeven worden. Notarissen die leveren ieder jaar cijfers over het aantal levenstestamenten. En de afgelopen 3-4 jaar is dat ongeveer 180.000 levenstestamenten die geregistreerd worden. Er is een landelijk register van levenstestamenten. Net zo goed als dat een landelijk register is van testamenten. En in dat landelijk register van levenstestamenten, daar komen er ongeveer 180.000 per jaar worden daar opgenomen. In mijn eigen praktijk, ja, het is heel wisselend. Want je krijgt dezelfde vragen die we nu vanavond ook krijgen. Mensen hebben een neiging om dingen uit te stellen. En ik zeg altijd, ja, regel het op het moment dat het rustig is in je leven. En regel het niet op het moment dat de nood aan de man komt. Want als het rustig is in je leven, dan heb je tijd om zaken te overdenken. En dan hoef je het later alleen nog maar een beetje aan te passen. Maar het blijft een lastig keuzeproces. Ik denk dat het lastig is in het geheel. Want je moet heel veel onderwerpen van je eigen leven moet je overdenken. En je hebt soms het gevoel dat je nu een besluit neemt voor de rest van je leven. Zeker als het gaat om die wilsverklaring die je dan opstelt. En dat is voor sommige mensen wel eng om dat te doen. Dus dat kom ik dan wel tegen en dat zorgt voor vertraging. Ja, het voelt zo definitief hè, als je zoiets dan opstelt. En dat is het dus niet. Dat is wel een verschil. En dat is goed dat mensen zich daar bewust van zijn. Ja, zeker. Wat ik merk is dat op het moment dat mensen het geregeld hebben, dat het ook heel veel rust geeft. En niet alleen bij de persoon zelf, maar ook bijvoorbeeld in de relatie of in een familie of in een gezin. Omdat men weet van, het is geregeld, we weten wat we kunnen doen, wat we kunnen verwachten als er iets met pa of ma of met wie dan ook gebeurt. En dat geeft ook heel veel rust. Ja, ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat het ook duidelijkheid geeft voor de toekomst. Ik vraag me af, zijn er hier nog vragen of opmerkingen vanuit het grote publiek wat wij hier hebben zitten? Heeft u nog een vraag of een opmerking die u graag wilt delen? Ik zit eventjes te overleggen daar. Nee? Nee? Nou, in ieder geval fijn dat u ons publiek wilde zijn vanavond. Want het maakt het namelijk veel gezelliger en prettiger om tegen gezichten te praten dan tegen ons tegen een camera en ons eigen gezicht dat we hiervoor zien. Volgens mij zijn we door de vragen heen. En Mark, ik zou jou heel graag willen bedanken voor deze avond, voor de presentatie en de duidelijke antwoorden. Ik denk dat het voor heel veel mensen belangrijk is om dit ook nog eens even terug te gaan kijken. Dus ook voor mensen die dit zien en denken, oh, ik wil het nog eens terugkijken. Over een paar dagen komt het op YouTube ook nog zichtbaar. Dus geef het ook door aan familieleden. Want dit is denk ik heel belangrijke informatie die je ons hebt gegeven. Bij deze. Verder wil ik graag melden dat de volgende Breinpuntavond op dinsdag 29 maart is. Dat is de laatste dinsdag van maart en dan is het onderwerp is respijtzorg en vakantie. We nodigen dan een WMO-consulent uit de gemeente Elburg uit. Dat is Jonina Verhoek. En zij zal in ieder geval ook vertellen wat er vanuit de WMO geregeld kan worden voor respijtzorg.
En we zullen ook nog wat andere dingen rondom vrijwilligersaanbod en dergelijke bekijken. Dus nou, dan kunt u zich ook weer online voor aanmelden, maar u kunt dan ook naar de Jeanne d'Arc toekomen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor uw aanwezigheid. En ik wil de Lou ook weer bedanken voor de niet aflatende inzet van vanavond. En fijne avond nog.